Stel je voor, je kan een gloednieuwe gaming PC kopen met goede specs voor 500 euro. Dat is onmogelijk. Maar wat nou als wij online gaan kijken naar goede PC's met goede specs onder de 500 euro? Die challenge gaan we vandaag aan. We gaan op zoek naar een PC van 500 euro die minimaal 200 FPS kan, 100, 200 FPS. En hij moet ook meteen op te halen zijn of online te bestellen met snelle levering. Ik ga niet 3 weken wachten op mijn PC. Dus het eerste wat wij gaan checken is Marktplaats. Ik koop niet veel dingen op Marktplaats en ik kan me ook niet voorstellen dat er echt goede PC dingen daarop staan. En je kunt hier gewoon zoeken dan op gaming PC's en ook op afstand en op prijs. En ik ga dus denk ik hem op 600 euro zetten of zo voor een PC. Dus misschien dat iemand als die 600 euro is er nog 100 euro vanaf wil doen. Dit is een beetje het probleem bij Marktplaats. Je hebt wel PC's onder de 500 euro, maar dat zijn dan dit soort PC's met een 1660 en daar ga je echt geen goede FPS meer op halen. Is wel onder de 500 euro, maar het is geen goede PC. Dus ik ben bang dat ik hier nog wel een aantal uur ga zitten zoeken naar advertenties van PC's met goede specs. En dan hoop ik dat ik gewoon de eerste ben en dat ik meteen de PC kan weghalen voordat iemand meer biedt of iets. Dit wordt een lange dag. 1 hour later. Oké, ik heb dus even wat contact gehad met de eigenaar van de PC en hij is vandaag af te halen. Dus dat is super top. Hij is ook 500 euro, dus dat komt ook nog in het budget. En als deze specs echt zo goed zijn als op de advertentie, dan halen we er ook nog makkelijk 100 à 200 FPS mee. Er is alleen één probleempje en dat is dat het een uur rijden is. Het is best wel een andere kant van Nederland op. Daar heb ik misschien wel iets voor. Dit is hem dus en hierin moeten we helemaal naar Delft toe en ik vind dat op zich niet echt een probleem. Ik ben vooral gewoon benieuwd naar de PC. Als die echt zo goed is van de advertentie, dan hebben we echt een goede PC te pakken. Dus het is even tijd om de camera te gaan neerzetten. 2 hours later. Hier is hij dan. We hebben hem even in de gordel gezet voor de terugreis. Maar zoals je hier al kan zien, ziet hij er best wel nice uit. En zoals je hier ziet, heeft hij ook nog de case in marmer gewrapt. Deze is normaal gesproken wit. Maar hij heeft er dus een of andere wrap omheen gedaan. En die heb je dus ook hier aan de achterkant. Ik vind het best wel nice. Maar dit is dus hoe hij terug naar huis gaat. We gaan nu een uur in de auto met deze PC. Dat wordt leuk. Ik weet ook nog niet of ik dit marmer eraf ga halen. Of ik het nou juist beter vind. Of minder. Want het is dus een coole Liang Li O11 case. Dat is best wel een bekende behuizing die jullie misschien wel eens eerder hebben gezien. Ja, die is gewoon super dik. Die kost volgens mij ook 150 euro of zo. Dus die is gewoon op zichzelf al mooi. En hij is op zich ook wel mooi in het marmer hoor, daar niet van. Maar ik weet niet wat cooler is. Ik ben benieuwd of ik voor het donker thuis ben. Oké, dit ding is ook echt zo zwaar. Jezus. Als ik hem nu laat vallen, haat ik mezelf echt. Waar is hij dan? En het is een beetje donker, dus je ziet het niet heel goed. Als het goed is, heeft hij wel veel RGB. 9 fans, 3 aan de bovenkant, 3 aan de zijkant, 3 aan de onderkant. Dus we kunnen hem, als we hem zo meteen even aansluiten, iets beter gaan bekijken. Maar tot nu toe, best een dikke PC. Oké, het is inmiddels de volgende dag, zodat er wat meer licht is om ook de PC goed te kunnen bekijken. En je kunt het eigenlijk al wel zien dat de PC er echt super goed uitziet. Ik zal ook even het glasplaatje eraf halen, zodat we het wat beter kunnen zien. Zo. Dus zoals we hier kunnen zien, een super mooie PC. Ik kan het zo nog wat beter laten zien. Je hebt dus allemaal fans hier in de PC. Als het goed is, allemaal met RGB. Het enige zonder RGB is de RAM. Maar ik denk dat overal gezien de PC er echt heel erg dik uitziet. Je hebt natuurlijk deze super mooie behuizing. En qua specs is de PC ook echt niet slecht. Er zit een 2070 grafische kaart in en een i5 van de 10e generatie. En ook nog 32 GB aan RAM en een NZXT cooler. Ook een hele mooie behuizing, de Liang Li O11 Dynamic. En ik wil ook nog even kort de cable management gaan checken. Cable management is op zich, het is best chaos. Vanaf hier lijkt het nog best goed waarschijnlijk. Alleen als ik het jullie vanaf hier laat zien, zie je wel dat het best wel chaos is hier achter dit plaatje. Dus dit plaatje laten we gewoon mooi erop zitten, dan zie je niks van de cable management. En ja, ik hoop maar dat er nooit iets fout is qua kabels, zodat ik niet hierin hoef. Dan is het prima. Maar dus ik ga dit ding gewoon snel weer opdoen en we kijken niet meer naar de cable management. Oké, het moment van de waarheid. De PC staat nu in de setup en hij is aangesloten. En we gaan op het knopje drukken en kijken of die aangaat. Ik heb hem namelijk niet getest toen ik hem kocht, dus ik hoop maar dat hij het doet. Dit is top. Stop ermee. En hij gaat weer door. Waarom die linksboven het niet doet, weet ik niet. Daar moet ik misschien even naar checken. Maar jullie hebben net de cable management gezien. Dus daar wil ik eigenlijk niet te veel mee kloten. Maar deze PC ziet er insane uit. Besef dat deze PC 500 euro heeft gekost. Echt insane. En ook die AIO is echt super cool. Die ziet er echt heel erg dik uit hier. En de RGB in deze fans ook natuurlijk. Dus dit is top.
Oké, de PC staat nu in de setup. Ik heb wat games gedownload om te testen. Dus we gaan even kijken wat deze PC nu precies kan in de games. En op het moment dat we hier in de bus zitten, hebben we meer dan 200 fps. Dus dat ziet er heel goed uit. Ik ga even snel de camera neerzetten en dan gaan we deze game spelen. Maar was hier iemand geland namelijk? Juist, snowball launcher. Dat is er nog één. En terwijl ik deze Big Pot inneem, zie ik dat ik gewoon 240, 50, 60 fps heb zelfs met deze PC. Wat natuurlijk echt heel erg goed is. Ik wil eens even nagaan jongens dat je gewoon met een PC die je op Marktplaats gevonden hebt voor 500 euro meer dan 250 fps haalt in Fortnite. Ik vind dat nogal vet. Ik vind dat best wel een goede deal. En dat wil niet zeggen dat iedere PC op Marktplaats maar gewoon goede fps heeft en goede kwaliteit. Het is misschien een lucky shot geweest, alleen ja... Dat is mijn wall, bro. Dat is mijn wall! Oké. Wauw, dit ging snel. What? Ik weet niet wat hier gebeurde, maar ineens was ik dood. Ineens. We hadden wel 8 kills, maar we hebben helaas geen dub kunnen pakken. En deze guy is zelf ook gesniped van een afstandje. Het is natuurlijk vooral de FPS waar het om gaat. En hier met 280, 290 FPS is dat gewoon super goed voor deze hele mooie PC. Misschien dat ik nu zelf op deze PC even nog een potje speel om te winnen. Want dat ik net niet won, daar kan ik eigenlijk niet tegen. Ik ben bang dat het vandaag toch bij het vijfde gaat blijven. Want na een aantal games te hebben gespeeld op deze mooie PC, is vijfde het hoogst haalbaar tot nu toe. Dus misschien dat ik het nog meer probeer. En misschien dat we het hierbij laten voor de Fortnite game test. Allee, ik ben gekild door een kerstbom. Om precies te kunnen zien hoe goed de PC is, wil ik ook nog even de PC testen in wat andere games die jullie misschien ook spelen. Dus hier testen we Warzone en Warzone is veel zwaarder dan Fortnite qua performance. Maar als we aan het droppen zijn, zitten we al rond de 150 fps, wat ik echt wel prima vind voor deze PC. En de kwaliteit is ook zeer goed. Ik heb heel erg weinig frame drops en allemaal dat soort dingetjes. Dus dat is echt heel erg goed. Ik speel dit ook op de medium / high settings. Dus de kwaliteit van de games zien er ook gewoon heel erg goed uit. En op mijn PC waar een 3070 in zit, haal ik ongeveer dezelfde, misschien iets meer frames. Dus dit is zeker wel prima. Het enige wat me opviel is dat de temperatuur van de CPU en de GPU best wel hoog werden. En dat is niet heel erg gek, aangezien deze game gewoon wat meer vraagt van jouw specs van je PC. Maar al met al valt dit zeker niet tegen. En ook hebben we Valorant er nog even bij gepakt. Een game die wat minder zwaar is voor je PC. En dat kun je ook meteen terugzien aan de FPS met echt 4, 5, 600 FPS in deze game. Deze game is ook vooral op je CPU based. En de processor is natuurlijk een i5 van de 10e generatie, dus dat is zeker niet slecht. Dus zeker in Valorant ervaarde ik helemaal geen problemen met deze PC. De temperaturen waren ook ietsje lager dan bij Warzone, dus dat is altijd wel fijn. Deze game kun je ook gewoon op een super hoge kwaliteit spelen en nog steeds je FPS halen die jij wilt voor je monitor. We kunnen dus wel stellen dat de PC super goed gelukt was en dat de challenge ook is geslaagd. De PC heeft aan alle challenge uitdagingen voldaan. Dus dat was super leuk. En als jij deze video leuk vond, drop dan even een like op de video en abonneer voor meer video's. Dus nogmaals, thanks voor het kijken. En als je nog een video wil kijken, kun je bijvoorbeeld deze checken. Tot later.